My Choice Show Team met Frosty the Snowman. Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with his corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman was a fairy tale, they say, and it's made of snow, but the children know how he came to life one day. The old tin pan they found. So when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was as alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Snowman, till the sun was up that day. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, flying here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard him holler stop. For Frosty the Snowman was in a hurry on his way, so he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. I'll be back again someday. Een mooie versie van Ah, ik was hier en ik was toch weer hier, Frosty the Snowman. Luister even, want er worden natuurlijk al behoorlijk wat kerstnummers gemaakt, dus het lijkt me moeilijk om daar een keuze uit te maken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, ja. 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 Waarom Frosty the Snowman? Ik vond het fantastisch, het is heerlijk. Ja? Je hoort er bijna niks van Frosty the Snowman. Dus nou eens een keer is wat anders dan een Silent Night. Weet je wel? Ja. Dat is gewoon eens een keer maar wat anders. Dat klinkt mooi. Hoe en jij een ziet. Beetje een moderne uitvoering. Dus, absoluut. Hey? Oh, hallo. Dat dacht ik. U was er ook. Luister even, ik heb nog even een paar vraagjes. Ja, want we hebben het over, wat wordt de kerstfilm 95? Hebben jullie al een film gezien? Oh jee. Nou, wat hebben jullie vandaag gegeten? We hebben gegourmet. Ja. Gegourmet. Ja, maar we hadden zo... Oh nee, gourmet is leuk. Nee, met die fondue, dat vind ik niks. Want het is met zo'n stokje en dan ben je boter kwijt. Ja, nee, gourmet is leuk. Gourmet is feest en bowlen is ook leuk. Ja. Ja, ik had nog wat vragen. Wat is volgens jullie, denk even kort na, dan kom ik zo weer terug, het kerstgevoel? Ik ga nou niet zeggen Frosty the Snowman, want er is geen sneeuw. Vanmiddag lag er even sneeuw, maar we hebben geen witte kerst. Nee, helaas. Wat is het kerstgevoel? Drie optredens op één dag. Ja. Oh ja, jullie lopen weer flink te snabbelen. Nee, ja. Groot gelijk natuurlijk. Het is maar één keer kerst. Het is maar één. Waar zijn jullie allemaal geweest? Het ding is vanmiddag bij Wim dan geweest, Wim van Winkel van Sinkel. Wim Rijken! Van de Winkel van Sinkel. Hadden we een optreden vanmiddag. Ja, en goed, daarna zijn jullie, waar zijn jullie toen naartoe geweest? Hierheen. Ik lieg met drie naartoe door gekomen. Maar jullie moeten zo nog een keer. Nou, dat is toch gek, toch? Ja, ik weet het niet. Niet dat ik weet, maar... Nee, maar jullie hadden het over drie optredens. Ja, dat is het kerstgevoel. Het kerstgevoel. Ik heb het kerstgevoel dus nog niet. Mooi, nog geen kerstgevoel? Nog niet, nee, nog geen drie. Nog geen drie. Nee. Nou, laat even weten. Hallo. Ja, je hebt zeker betaald voor een close-up, hè? 25 euro. Maar laat even weten, als we nou nog een nummer mogen spelen. Maar het programma zit bordevol. We hebben ook nog de Family Jewels, we hebben Gotcha en...
een mooie assistente, Sanna. Maar laat het even weten. Laat het even weten op 06 300 800. Daar kan je trouwens ook opgeven voor Mike's Quiz. Je weet het, even dobbelen met de bekende dobbelsteen. Het aantal waarop jij hem gooit, zoveel vragen moet je beantwoorden. Straks, Mike's mini-quiz. Praat even snel vooruit, want dan... ik laat een foto zien. Ik ga al iets verklappen. Het is een bekende filmster. Rutje. Dat mag ik toch wel zeggen. Het is een klein iemand, maar ik laat het straks zien. En de hoofdprijs daarvan is een cd-speler. Maar eerst Mike's quiz. Even dobbelen met die dobbelsteen. Je kan je opgeven op 06 300 800, maar je mag me ook faxen. Dat kan je doen op 06 300 830. Jouw kerstgevoel. Wat is volgens jou de kerstfilm 1995? Ga jij voor Filmpje? Ga jij voor Kom met je Waldhoorn tussen met die roller tieten? Of ga je misschien wel voor GoldenEye? Ik hoor de heren alweer behoorlijk bronzig worden, maar ik wil het niet over seks hebben vanavond. En ik zei het, ja, dan moet ik toch mijn assistenten weer gaan halen. Ik leg mijn papieren even hier neer. Dit is de microfoon voor mijn assistent. Ik zei het al, Sanna is haar naam. En het wordt gewoon, daar is de cd-speler. Die springt plotseling zo in beeld. Die kan je dus winnen met Mike's Quiz. Het enige wat je hoeft te doen is je op te geven op 06 300 800. Je komt in de bekende vijver. En onze Noor is er weer. Ze zit er echt helemaal in haar kerstpakje bij. En Noor heeft een hele mooie collectie aan. Misschien laat ik Noor straks nog even zien. Dit is hem dus, de microfoon voor Sanne. En ik loop even naar Sanne toe. Ga even lekker zitten, joh. Jullie blijven zo netjes in zo'n rij staan. Paul, Paul is er ook weer. Paul, je kent hem wel, Paul, die lange jongen. Mijn cameraman. Loop even mee, Paul. Dan ga ik even naar Sanne toe. Sanna toe, moet ik zeggen. Sanna. Sanna. Ho, 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 ho. Hallo, Sanna. Hoi. Hallo. Goedenavond. Oh, je hebt ook iemand meegebracht. Ik heb iemand meegebracht. Ja. Els van Alphen. Els van Alphen, ja. Dat is ze. Hoi, Els. Hallo. Nou, even zoenen. Dat doe ik altijd. Nou, zo zie je, Sanna laat dus ook de nieuwe collectie zien van deze zomer, de doorkijkmode. Sanna, laat even, kom eens bij. Enig, hè? Enig. Want wat is dit? Het is, wat is dit? Nou, dit is dus het halve werk van Els. Ja. Ze gaat het dus nog afmaken vandaag, daarom heb ik hem meegenomen. Maar wat is dit dan? Dit heet bodypainten. Ja. Tuurlijk, bodypaint! Bodypaint! En heel toevallig, ik weet niet, ik vond het al zo, ik denk, wat moet ik met deze foto's? Maar dit heeft Els allemaal gemaakt. Ik weet niet of het duidelijk is. Kijk even op de monitor zo. Dit is dus gebodypaint. En dat gaan we dus nu straks... Nou, we niet. Dat doet Els dan natuurlijk. Ik zou wel willen, maar dat mag niet. Kijk, kijk. Dit is het. Kijk. Kijk, en dit is een nieuwe blouse. Nou, dat gaan we dus ook met Sanna. Ik heb het al nu al bloedheet. Ik trek even mijn Colbert uit, sorry. Nou, hartstikke leuk. Nou, dan zien jullie natuurlijk geen hele moer. Ik gooi het even hier overheen. En dat gaan we dus met Sanne doen. Sanne, vertel even kort, je bent ook wel erg lang. Ja, waar kom je vandaan? Beetje. Ik kom uit Hoog Karspel, nooit van gehoord. Jawel, ligt vlakbij Horen. Hé, precies. Hoog Karspel, kapperweest joh. Zeggen ze dan toch altijd, als je naar de kapper ja, ja, precies, kapperweest, de kapperweest. En Els, kom er even bij, want je staat zo helemaal alleen. Kom even jij komt niet uit Alphen aan de Rijn. Nee, even de microfoon. Uit Geleen. Geleen? Helemaal uit Limburg. Dat kan je horen. Nee joh, ben jij gek? Ben jij gek? Natuurlijk niet. Nou, hey, maar Els, Els, ja en Sanna. Jij gaat dus Sanna bodypainten. Ja, klopt. Even een paar korte vraagjes. Het lijkt me heel intiem werk. Nou, dat valt wel mee. Ik ben het in ieder geval gewend om dit te doen natuurlijk. Ik zou de hele dag een nat voorhoofd hebben, denk ik. Ja, dat kan ik me voorstellen. En een natte grote teen. Maar luister even, je moet dan toch wel een speciale band hebben met zo'n iemand? Nou, nee, niet direct. Oh, want nee. Wie laat zich nou bodypainten bij jou? Nou, dat kunnen gewoon individuen zijn die dat gewoon leuk vinden voor thuis. Ja. Die gaan gebodypainten naar huis, maken er een leuke avond van. Ja. Of op parties en housefeesten, bedrijfsfeesten. Maar stel dat ik mijn Shetland pony hè, zou willen laten bodypainten. Dat kan denk ik niet, dat is te veel haren. Want daarom, ik zie ook eigenlijk als het over bodypainting gaat, ook alleen maar dames. Maar nooit heren, die hebben te veel haren ofzo. Ja, veel haren is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Nee. Maar die kan je toch gewoon lekker, ja ik weet niet. Nou, ik zou het wel willen proberen bij je. Nou, bij mij, ik heb er maar 3, dus dan schiet je wel, ben je zo klaar. En we moeten toch nog even, want het is al bijna tweede kerstdag. En het lijkt me zo leuk dat we ze dadelijk met z'n allen tweede kerstdag ingaan. Nou, ik stel voor dat jij even verder gaat, Els, verder gaat met Sanne. Sanna, ik moet Sanna zeggen, Sanna. Dat gaat hier gebeuren. Je hebt hier je kerstkripje neergelegd.
Maar wat is dit nou weer, joh? Dat is voor de hygiëne. Oh, dat is voor de hygiëne? Nou, oké, goed. Nou, ik stel voor dat jullie dat hier lekker doen. Dan pak ik even jouw microfoon, kom ik zo weer bij je terug. Mocht ik bellers hebben, dan gaan we... Achterkant nog niet gezien, maar goed, nee, ga lekker zitten. Els, ga je gang. We komen zo even bij je terug. Als we wat faxen hebben die voorgelezen moeten worden. Ik ben namelijk dyslectisch, ik kan niet lezen. Dan laat ik dat Sanna doen. En als we straks gaan dobbelen, dan gaat Sanna de vragen voorlezen. En mensen uit Hoogkarspel, die kunnen mooi praten. Wacht even hoor, want het zit allemaal... Ja, goed. Ja, oh, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga even als de eerste vraag geven voor Mike's quiz. Daarna dobbelen we, maar dan heb je al enig idee wat de vraag is. Welke, hou ik mijn vinger er even bij, welke Amerikaanse band, genoemd naar een vogel, zong het nummer Please Come Home for Christmas? Het zijn echt weggevertjes. Maar als jij het antwoord denkt te weten, kan je je opgeven op 06-300-800. Je weet het, heb ik de dobbelstenen wel? Ja, ik heb ze in de variatie rood en geel. Als je een kleuren-tv hebt, helaas, kan je ook niet winnen. Daar is spelen vandaag voor een CD-speler, maar dat is dan voor een ander programma. Nou, niet een ander programma, een andere quiz. Mike's mini-quiz met Maxi Prijs. Kan je het allemaal nog volgen? Ik wel. Misschien jij ook nog wel. Wat gaan we nog meer doen? Nou, ik zei het al, hè, de Family Jewels. Je hebt ze al kunnen zien in een... uitzending terug. Fantastische hiphop. En Gortja. En ik ga je nu wel wat verklappen. Joep die speelt onder andere ook in Gortja. En die gaat een fantastische solo weggeven op zijn saxofoon. Yes! Oké, ja, ik weet het Noor. Ik moet eventjes wat doorpakken. Ah, weet je wat ik... Zal ik al... Nee, ik ga nog niet de schilderij laten zien. Ik ga wel laten zien dat we hem hebben. Laat ik alleen even de achterkant zien. Straks moet jij dus raden welk filmsterretje op deze lijst staat. En dan maak jij kans op die cd-speler. Ik zet hem weer even zo terug, want anders verklappen we te veel. We gaan eventjes kijken nog een stukje naar Els. Het gaat lekker. Het is gewoon inkleuren. Het is gewoon inkleuren nu op het ogenblik. En mooi, de rest, dat zie je dadelijk wel. Ja. Voor degene met een kleurentelevisie, ik vind het leuk dat je kijkt. Het is rood. En Sanna is blond. Ja, het is... Ja. Ah, ik heb Misha aan de lijn. Misha! Ja. Hallo Misha, ik loop even met me mee. Ik ga even de box iets verschuiven, anders versta ik geen moer van je. Geen moer van, hoe kan je nou? Ja, dan moet je wat harder praten. Wacht even. Harder praten? Ja. Ja. Huip, kan de audio iets harder, want dan versta ik Misha ook goed. Misha. Ja, zeg maar. Mooi, luid en duidelijk. Hé, je weet hoe het werkt? Nee, ik weet niet hoe het werkt. Je weet niet hoe het werkt. Nou, ik heb twee dobbel... Stil even dan, want ik snap er helemaal niks van. Ja, als jij even stil bent, leg ik het uit. Dit zijn... Dobbelstenen! En jij gaat naar huis met een fantastische cool diepvries combinatie. Blijf even hangen, we noteren al je gegevens. Meen je dat nou? Hè? Meen je dat nou niet? Nee, natuurlijk niet. Je moet er wel wat voor doen. Oh. Met deze dobbelsteen ga ik straks dobbelen. Nou, ik niet. Dan haal ik Sanna weer even terug. Het aantal ogen waarop jij hem gooit, zoveel vragen moet jij beantwoorden. Maar de kans is er wezen, stel dat de eerste worp een 4 is, geef ik je nog een kans. Ja, we zijn niet lullig bij Cool TV. Geef ik je nog een kans om nog een keer te gooien. Maar de kans is aanwezig dat je 5 of 6 gooit, maar misschien ook wel 1. En dat betekent dat je maar 1 vraag goed moet beantwoorden. Gesnopen? Ja, doet ie maar. Ja, gooi je nou eens tegen. Heb je wel eens eerder naar het programma gekeken? Ja, tuurlijk kijk ik. Dan weet je toch wat er vooraf komt? Hé? Dan weet je toch wat er nu eerst komt? Natuurlijk weet ik wat er komt. Wat dan? Een slime helemaal in het gips, ik zou het niet weten. Een filmpje! En nu. Ja, ik zie, heb jij een filmpje gezien? Ja hoor. Ah mooi. Ja, ik zag het even niet, maar dat, ik heb ook al faxen. Dat kan je doen op 06-300-830, maar dat zal jou een rotzorg wezen, Misha. Maar, oh, deze is wel leuk. Deze is wel leuk. Ja, maar dat kan je dus doen. Ik ga straks met Sanna wat faxen voorlezen. Ik leg ze even hier neer. Ja. In die kast, bij de wel. Luister even, geef Sanna erbij. Sanna, wil je heel even komen? Sorry, Els. Even, sorry. Onderin het zakkie, in het zakkie. Sorry? Nee, ik ben even met iemand aan het praten hier. Nou, oké, Sanna. Ja. Jij kan laag dobbelen, heb ik gehoord. Ja, maar soms ook wel eens heel hoog. Niet zeggen, niet zeggen. Misha, wil jij met de gele gooien of wil je met de rode gooien? Ik laat ze even zien, dan kan je kiezen. Ja, doe maar de gele. De gele, dat is deze. Ja. Oké, daar komt-ie. Oké. Zet hem op.
Vijf! Dat betekent dus vijf vragen. Sorry, je mag Misha. Nog een keer gooien. Wat zeg je? Ja, zit er niet zo te ouwe hoeren met die gozer achter je. Je mag van mij nog een keer gooien. Ja, gooi nog een keer. Sanne, ga je gewoon... Nu doe ik hem beter, oké? Alsjeblieft. Twee! Dat betekent twee vragen voor Misha. Wie heb je achter je zitten? Een grabbertje van me. Hè? Stefan Nak. Hou je van gabber? Nee, Stefan Nak heet die jongen. Stefan Nat, leuke naam. Hier is vraag 1. Let op, hè. Sanne, dit is jouw camera. Komt-ie? Ja. Welke Amerikaanse band, genoemd naar een vogel, zong het nummer Please Come Home for Christmas? Slaai me om. 5, 4, 3, 2, 1. Dag Misha, hoe doen we bellen? Helaas, nee, Marco. Ja, hallo. Hallo. Je weet hoe het werkt, hè? Ik weet hoe het werkt. Sanna, ga je gang. We gaan even tempo ingooien, want we hebben een vol programma. Ik zei het al, 3 vragen voor jou. Wil je nog een keer gooien? Ja, zit trouwens je tv een beetje zachter. Beetje zachter. Ja, het is net de put van mevrouw Holle bij jou thuis. Hé, hey, is goed. 3. Doe maar 3. 3 ja. Vragen voor jou. Hier is vraag 1. Sanna, lees voor. Welke Amerikaanse band, genoemd naar een vogel, zong het nummer Please Come Home for Christmas? Genoemd naar een vogel. Volgens mij de Eagles. Ja, is binnen, is in de pocket. Ja. Vraag 2. In welke stad, deze is heel moeilijk, werd Jezus Christus geboren? Niet vloeken. Sorry. Bethlehem. Is goed. De laatste vraag. De laatste vraag. Als jij die in de wacht sleept, ben jij de gelukkige eigenaar van een fantastische prijs. Komt-ie. Nou, laat horen. Hij komt. In welke rockopera staat het leven van Jezus centraal? Wat? In welke rockopera staat het leven van Jezus centraal? Bethlehem Star of zo? Nee! Oh, fout! Helaas! Helaas, bedankt voor je telefoontje. Probeer het anders straks nog een keer, maar het is niet goed. Die vraag blijft dus staan. En het is maar te hopen dat ik weer een kandidaat heb. Zo niet, geef je op 06-300-800. Maar ik heb een kandidaat, het is Harney. Ja. Hoe is ie? Lekker. Hij is lekker druk met de kerstdagen, denk ik, hè? Ja. Wat heb jij gegeten? Kalkoen. Tuurlijk, wie niet? Heb je hem lekker gevuld? Dat weet ik niet, want we zijn uit weer eten. Oh, chic, chic. Hé, hey, Harney, jij hebt je opgegeven voor Mike's Quiz. Dat betekent dat we met de dobbelsteen gaan gooien. Ben je er klaar voor? Helemaal. Heb je hulp? Ja. Wie? Mijn man. Heeft hij een beetje verstand van kerstmis en de gedachten van kerst? Niet echt. Oké. Okay. Harney, hier is jouw worp. 5 vragen voor jou. Sorry, Annie. Gooi nog maar een keer. Wil je dat Sanne gooit of wil je dat ik gooi? Het is al gebeurd. Ik heb het al gedaan. Ja, laat hem maar staan. 2 vragen voor jou. Hier is vraag 1. Sanne leest hem voor. In welke rockopera staat het leven van Jezus centraal? Jesus Christ Superstar. Hoe kom je erop is goed. Deze vraag. Als jij deze vraag goed hebt... Heb jij een fantastische karma set gewonnen? Nou hoor, ik weet niet wat de prijs is. Dat zie ik altijd. Dat vind ik altijd spannend. Hier komt ie. Hoe heet de film waarin Robert De Niro en Meryl Streep elkaars kerstinkopen verwisselen en dan verliefd op elkaar worden? Als warmer hoort. Nee, is niet goed. Helaas, bedankt voor het bellen. Okay. Het is niet goed. Houden we bij bellen en prettige tweede kerstdag, want dat is het nu. Prettige tweede kerstdag allemaal. Ron! Hoi. Hey Ron, ik hoop dat jij een beetje aardrijkskundig aangelegd bent en geografisch. En dat je eigenlijk een soort lopende encyclopedie bent. Want ik wil die prijzen zo snel mogelijk uitjassen. Want ik heb nog de Family Jewels, ik heb nog Gotcha. En Sanna moet nog afgewerkt worden door Elstan hoor. Nee, ik bemoei me er niet mee. Maar nou, ben je er klaar voor? Helemaal. Oh, komt ie. Oh, oh, maakt niet uit, oh. Maakt niet uit. 3 vragen voor jou. Nog een keer gooien. Nog 1 keer gooien. Oeh, weet je het zeker? De kans is aanwezig dat je meer gooit. Absoluut. Oké. Okay. Sanne, ga je gang. 6, kijk, dat bedoel ik. Stom. 6 vragen voor jou. Dit is vraag 1. Opletten. Hoe heet de film waarin Robert De Niro en Meryl Streep elkaars kerstinkopen verwisselen en dan verliefd op elkaar worden? Ik weet het niet. Ah, denk nou goed na. Denk goed na. Nog een vraag. Nee, je moet deze vraag goed hebben, want anders kan ik niet verder gaan. Ik weet niet.
Helaas, probeer het anders. Nee, probeer het anders straks nog een keer. Het is niet goed. Hey, bedankt voor je telefoontje. We gaan straks verder met Mike's quiz, want ik wil eerst ook wat reacties. Sanne, jij mag weer naar Els, want ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Als jullie wat willen drinken, je mag blijven zitten. Maar je kan even lekker naar de kantine en zo. Geldt voor jullie ook. Maak er even een gezellige avond. Drinken staat hier ergens om de hoek. Oh. Martin! Do! Yo! Martin! Ja? What's up? Goedemorgen. Hey, allereerst even mijn complimenten aan je assistenten. Ja, natuurlijk! En hartstikke fijn dat je er weer bent, jongen. Ja. Echt waar? Hé, hey, maar Jasper was ook te gek. Ja, zeker weten, joh. Ja. Echt. Hey, gaan jullie al weg of blijven jullie nog even hangen? Oh, nee, oké. Okay. Nee, want dan zou ik alvast gedag zeggen. Maar jullie blijven nog even gezellig. Kom wel even gedag zeggen straks, hè? Nee, oké. Hallo? Ja? Ja, sorry, hoor. Hey, waar bel je voor? Ik bel voor een reactie op het kerstdiner van vanavond. Ah, wat heb jij gegeten? Ik heb gegeten, ik ben gezellig thuis gebleven met mijn vriendin. Mijn vriendin heeft iets heerlijks op tafel gezet. Oh, wat was dat? Als voorgerecht, soep de flamouche. Wow, laat me denken, hoe ziet dat eruit? Nee, goed, en daarna? Daarna als tussengerecht een heerlijke zalmsalade. Mmm. Ik heb zelf klaargemaakt. Hou je een beetje van vis? Ja, heerlijk joh. Ja, dat komt ook wel samen met soep de flamouche. Zeker weten. Ja. En als hoofdgerecht? Het hoofdgerecht was kalkoen met caviar en een heerlijke visschotel. En champagne erbij natuurlijk. Hé, en wat zat er in die kalkoen? Ja, wat voor een... ik weet niet precies wat het was, maar een heel lekker goedje in ieder geval. Nou, geef even je vriendin aan de telefoon. Dan vraag... hier al flamoes. Sorry? Pardon? Sorry? Nee, ze zeiden hier even wat. Ik krijg het in binnen van. Ja, wie? Ja, hier... Johan, die zit hier een beetje gek te doen, maar dat maakt niet uit. Nee, ik ken Johan niet. Wat zegt Johan dan? Hij had het al over flamoessap, dat er erin zat, maar dat was niet zo. Dus, Nou, ik heb lekker met je gebabbeld. Ah, hier was ik, hallo. Ik heb lekker met je gebabbeld. Hey, hartstikke bedankt voor je telefoontje, want ik ga even naar een andere reactie. Bedankt, Vincent. Ja, ho. Yo! Waar is het? Vet man. Uit Hogeveen. Ja, nou in. Dat ligt in Drenthe. Ja, dat weet ik toch. Vlak bij Friesland, is 2,50. Ik zit hier bij mijn vriendin, stel ik op de bank. Ja. En ze was benieuwd, wat voor verf ze gebruikten. Wat voor een wat? Of het ook chemische verf is of zo. Wat voor een verf? Ben jij de winterschilder? Ja. Echt waar, ik vind het een mooie vraag. Ik speel hem even door naar Els. Els, wat voor een verf gebruik je nu? Nou, het is gewoon een waterverf. Oh. De carnavalsmink. De carnavalsmink. Nou, je was het er gewoon af met zeep. Ja. Nou, mooi antwoord. Ja, nee, ik heb mijn vriendin al een beetje ondergeverfd, maar ze ziet er een beetje raar eruit. Ja, maar je kan dus die cursus, je kan je vriendin ook verven. Oh, ik heb bootverf gebruikt. Bootverf, ja, dat wordt moeilijk. Dan krijg je het denk ik heel moeilijk af. Oh, wat nou? Heb je ook een tip? Ja, jij was winterschilder, zei je. Oh, dat ziet er wel leuk uit. Ja, hey, hartstikke bedankt voor je reactie. Ja! Ah, prettige tweede kerstdag, hè? Mazzel. Hoi. Mariet. Hallo. Hallo Mariet. Ik heb je gemist. Ik ken jou wel. Waarvan? Ik heb je al eens eerder aan de telefoon gehad. Ja, klopt. Ja, hoe is het met Mariet? Ja, lekker. Ja? Wat heb jij gegeten, Mariet? Ik heb voor de eerste keer zelf gekookt met kerst van mijn moeder. Ah, hoe heet je moeder? Janne. Oh, wat heb je gekookt? Ik heb eerst verse uiensoep gemaakt. Je wordt er altijd wel winderig van, hè? Ja, dat merken we morgen wel weer. Ah, oké. En daarna, wat ging na? Dat was de... Had je ook nog een amuse? Een wat? Ja, dat is zo'n klein hapje waar je altijd vooraf weg moet bikken. Ja, ik heb... Toosjes. Kruidenboter gemaakt. Tuurlijk, met stokbrood. Met stokbrood. Tuurlijk. En oké, dan daarna had je de uiensoep en daarna? Een rosbief. Oeh, rosé? Ja, natuurlijk. Lekker, ja. En daarna? Daarna, daarbij natuurlijk. Ja, broccoli ik. En boontjes en aardappelkroketjes. Oh, wat een verwennerij. Had je die aardappelkroketjes in de oven of in de frituur? Nee, heel makkelijk in de frituur. Ah, lekker. Lekker snel klaar. Ja. Daar hou jij wel van? Ja, lekker makkelijk. Lekker snel klaar. Goed. Nou. Wat is er? Wat is er? Nee, ik moet om je lachen. Hey Mariet, kan jij lezen? Ja. Ah, wil jij deze fax even voorlezen? Hij glimt een beetje. Beste Call TV-lus, nog een hele...